Ja, je krijgt het natuurlijk mee. Maar ik heb mijn trainer naast me zitten die me snel op de grond slaat. Dus, Ja, ik ben helemaal fit. Okay. En hoe staat het met de rest van je teamgenoten? Ik denk na wat al naar buiten is van Shao en de anderen. De rest is iedereen fit als het goed is. Jurgens. En Nico ook niet erbij. Maar voor de rest is iedereen fit als het goed is. Hey, jij krijgt de laatste tijd, het is al langer, maar de laatste tijd in het bijzonder heel veel complimenten over je heen. Hè? Krijg je het mee? Ja, je krijgt het natuurlijk mee. Maar ik heb mijn trainer naast me zitten die me snel op de grond slaat. Dus, Slaat zelf. Mooi. Maar ik kan me voorstellen dat het is altijd fijner om complimenten te krijgen dan als iedereen heel negatief over je is. Ja, dat is altijd fijn, maar het is leuker als het heel het seizoen zou doen dan alleen de laatste wedstrijden. Ja, verstevigt jouw vertrouwen ook nog uiteindelijk in jezelf? Nee, ik denk dat wel goed zit. Ik doe gewoon mijn ding. En wat andere mensen over me zeggen, positief en negatief, ja, dat krijg je via anderen misschien wel mee. Maar het heeft niks met mijn zelfvertrouwen of wat dan ook te maken. Er wordt ook het nodige gezegd over jou in combinatie met het Nederlands zelf. Hoe sta je daar zelf in? Wat ik altijd al zeg, ik moet gewoon goed doen met Feyenoord. En dan zien we zelf wel waar ik bij zit in de interlandperiode. Belangrijke Europese wedstrijd. De eerste thuiswedstrijd in de pool tegen wat op voorhand misschien een beetje de grote onbekende was. Wat weet je inmiddels van deze tegenstander? Nou, we weten natuurlijk dat we nog gewoon gelijk hebben gespeeld tegen CSKA Moskou. We hebben hun beelden gezien. Het is een ploeg wat gewoon fysiek goed in orde is. Die vanuit achteruit ook wil voetballen, maar met ook veel snelheid voorin hebben. En we hebben gewoon erop getraind en we hebben beelden gekeken en ik denk dat we zijn er klaar voor. Ja, is deze wedstrijd in de pool wel echt de must om te winnen als je wil overwinteren? Nee, ik denk dat elke wedstrijd belangrijk is en om te beginnen morgen. Ja, is het dan vanaf de buitenwacht te makkelijk gezegd over... misschien juist omdat het een beetje een onbekende ploeg is, maar die moet je dan winnen? Dat mogen jullie zeggen. Maar ik denk dat wij sowieso al onze eigen kwaliteit moeten uitgaan en weten dat we van elke club kunnen, van elke tegenstander kunnen winnen in deze groep. Succes. Dankjewel.